4 jaar geleden kreeg Gerry last van hartritmestoornissen. Nou, ik ben in 2007 regelmatig wakker geworden 's morgens dat ik me niet goed voelde. Dat ik toch het idee had dat er iets met mijn hart was, dat dat niet goed klopte. En waarin ik echt het idee had van, er is iets niet goed, ik voel me niet lekker. Wat is het? Hè? Is het mijn hart? Maar goed, omdat ik ervaarde dat het toch na een paar uur wel overging, heb ik daar eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Totdat ik op een gegeven moment op vakantie zou gaan. En toen kreeg ik vrijdags van tevoren, voordat we weg zouden gaan, werd ik weer 's morgens zo wakker. En toen had ik zoiets, dat is eigenlijk toch wel een beetje eng. Hè? We gaan op vakantie en naar Argentinië. Ja, en wat voor consequentie heeft het dan? En toen heb ik mijn huisarts gebeld en die zei toen van, meteen komen. Gerry werd direct doorverwezen naar het ziekenhuis. De diagnose boezemfibrilleren werd gesteld. En dat was wel even schrikken. Ja, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke gezond. Ik kan alles, ik werk, ik sjouw overal naartoe en weet ik het wat. En dan ineens, boem. Ja, een beetje angstig werd ik op dat moment ook een beetje van. Zo van, hoe gaat het mijn leven bepalen? Hoe gaat het daar invloed op hebben? Nadat de diagnose gesteld was, heb ik meteen medicijnen gekregen. Ik slik dus medicijnen om het hartritme te normaliseren. En ik slik medicijnen tegen antistolling. Want doordat ik boezemfibrilleren heb, is de kans dat in het hart zich stolsels vormen. En die stolsels die kunnen met de hartslag zich verplaatsen. En dan loop je risico op een infarct, een herseninfarct of een hartinfarct. Daarvoor krijg je die antistolling om dat te voorkomen. Als je antistolling slikt, sta je onder controle van de trombosedienst. Zij meten de stollingswaarde in je bloed en stellen de nieuwe medicatie daarop af. Bij Gerry wisselen de waardes veel, waardoor ze vaak bloed moet laten prikken. Ik ben erg moeilijk in te stellen. Dus dat houdt in dat ik, als de waarde niet goed is, ik binnen een week of binnen 14 dagen, meestal na 14 dagen, weer opnieuw geprikt moet worden. En dat dat vind ik best wel storend. Ik vind dat best een inbreuk op mijn leven. Ik moet daar steeds rekening mee houden. Ik moet daar iedere keer naartoe. En bovendien, als ik geprikt word, dan heb ik vaak blauwe plekken. Wat ik ook heel, heel vervelend vind. En daarnaast is het niet alleen hier. Dat bepalen van die waarde, dat gaat altijd door. Ook als ik op vakantie ga. Als ik op vakantie ben, dan moet ik op zoek naar een plaats waar ik me kan laten prikken, om een stolling te laten bepalen. En dan moet ik op zoek naar iets wat aan mijn normen voldoet. Het moet er schoon zijn, er moet hygiënisch geprikt worden. Ik moet er vertrouwen in hebben dat de uitslag die je krijgt, dat de goede uitslag is. Dat de instelling van de medicijnen die ik in moet nemen, dat ik daarop kan vertrouwen, want het is niet niks wat je moet slikken. Ik heb dan toch het gevoel dat ik een dag van mijn vakantie daarmee bezig ben. Wij zijn mensen die heel graag op reis gaan. Hè? Dat is toch wel een heel belangrijk stuk van ons leven. Meestal gaan we in januari weg en dan gaan we een week of 8 in Zuid-Europa overwinteren om hier de sneeuw te ontvluchten. Die camper die geeft een heerlijke vrijheid. Daar zijn we niet in mee gestopt. Daar heeft deze diagnose totaal geen invloed op gehad. We gaan gewoon op reis. We maken reizen naar het buitenland met het vliegtuig, andere continenten. En het enige wat daar dan is dat je gecontroleerd moet worden bij de trombosedienst. Maar als ik denk dat het goed voelt, dat het verder allemaal in orde is, dan sla ik dat wel eens over. Dan denk ik, het gaat goed. Ik slik in een bepaald ritme
slik ik de antistollingsmedicijnen. En dan hou ik dat gewoon zo aan. En dan laat ik me weer controleren als ik terug thuis ben. Mensen die de diagnose boezemfibrilleren hebben gekregen, daar zou ik tegen willen zeggen, accepteer het. Neem je medicijnen. Neem die gewoon regelmatig in, zo als het je geadviseerd wordt. En je zal dan ervaren dat het werkt. En leef je leven. Want het moet niet je leven gaan bepalen. Hè? Je bent diegene die je bent met die ziekte. Maar die ziekte die hoeft je niet te belemmeren in wat je wil doen en in wat je wil ondernemen.